PSV-topscorer Ruud van Nistelrooy is 6 tot 8 weken uitgeschakeld. Van Nistelrooy raakte vanmiddag geblesseerd in een oefenduel van PSV tegen het Deense Silkeborg. Onderzoek in het Sint-Anna ziekenhuis in Gelderop wees uit dat er een mediale band is afgescheurd. Het rechterbeen van Nistelrooy is in het gips gezet. Vanaf de MRI en alle onderzoeken is toen besloten dat hij in het gips zou komen. Ik heb daar toen dit circulaire gips aangelegd en later ook weer ontdaan. Nou, en omdat toen zo'n voortreffelijke speler was, denk ik van God, dat wil ik bewaren voor mijn dochters thuis, die toen kinderen waren van een jaar of 6 en zeiden van God, ik wil het gips van Ruud van Nistelrooy hebben. Nou, heb ik laten signeren en mee naar huis genomen. Zie je er nog meer liggen? Meer ja. Mallen? Van wie zijn die? Deze is bijvoorbeeld van Ernst Faber. Toen vroeg mijn dochter, speciaal mijn dochter Carly, van God, wil je de gips van Ernst Faber bewaren? Want dat wil ik heel graag hebben. Nou, en dan doen ze ook heel graag meehelpen en ze zetten nog netjes op voor Carly van Ernst Faber. Nou, dat is gewoon heel leuk dan voor de dochters om naar school te gaan. Van kijk eens, ik heb het gips van Ernst Faber gekregen. Dus daar zijn ze heel blij mee. Ja, wie was nou de eerste die je behandelde? Weet je dat nog? Dat is eigenlijk toch wel de tijd van Romario. Ja, die echt toen een flinke blessure had. Romario. En dan krijgt hij een tik van Gentile en verstapt hij zich. Dat heeft een speciaal verhaaltje, dit gipsje, want dat is naar het Holland Sport uitzendprogramma geweest. En daar is het tentoongesteld, in het museumpje daar. Ze zou dit gips ook op tv laten zien en uit de museumkast halen als Romario zijn 100ste goal zou zetten. Dit is echter nooit bewezen, want die dag heeft hij de 100ste goal gezet. Dus heeft daar wel in het museum gestaan, maar is eigenlijk niet op de tv geweest. En ze hebben het zelfs in het Rijksmuseum willen hangen om het echt kenbaar te laten maken. Nou, behandel je natuurlijk niet alleen maar topsporters. Nee. Is het gevoel anders of is dat heel professioneel als je een bekend iemand op je tafel hebt liggen of ja, een onbekende? Nou, het is een voorrecht dat je dat wel hebt gedaan om die bekende sporters in gips te hebben. En, maar het maakt niet uit of het morgen de buurman of de buurvrouw is, want die gaat onder dezelfde enthousiasme in het gips of uit het gips. Dan zag ik op je site ook een foto van een kalfje volgens mij in het gips. Ja, dat is eigenlijk een klein beetje uit de hand gelopen hobby van mijzelf. Het is in de veterinaire sector vaak het probleem dat een verrichting voor een veearts te duur is. En vaak wordt dan bij mijn omgeving gezegd, van, Willy, kan je even komen, want het kalfje heeft de korte peesjes, kan je daarmee oprekken en een paar keer van gips voorzien. Dan zie ik ook een foto hangen van Marcel Balkensteijnen, de hockeyer van Oranje-Zwart, natuurlijk ook international. Met zijn zilveren medaille die ze afgelopen zomer in Londen hebben gehaald. Ik zie hem niet in het gips, maar hij was hier wel. Ja, dat klopt. Maar dat had ik met een trucje geleerd. Hij moest een polsbreesje hebben. En ik zeg, nou, dat kan vanmiddag al aangelegd worden, maar dan moet je wel de medaille meebrengen. Oh, dat was geen probleem. Dus Marcel komt zelf met zijn medaille aanzetten. En daar heb ik tegelijkertijd met mijn collega's meteen een mooie groepsfoto gemaakt. En dan heb je toch iets unieks, toch weer eigenlijk op de gipskamer hangen, waar je, ja, allemaal samen eigenlijk trots op zijn. Absoluut.